weet het zeer. Ja, als je zo tegen de wand duwt, tegen de buitenkant. Ja. Nou, het is de laatste dag dat Iris hier werkt. Dus we hebben iets voor Iris gehaald. Nou, ja, super lief. Nou ja, ik moet het gewoon openmaken, denk ik. Ja. Oh, zo ziet de kaart eruit. Oh, jeetje, heel verhaal. Ik moet er even voor gaan zitten. Ja. Gewoon hardop? Ja. Oké. Okay. Lieve Iris. Vier. Oh, ja. Moet het nog uitleggen? Nou, nee. Ten eerste heel erg bedankt, ondanks mijn zieke zijn, leuke 5 weken. Heb je het bijgehouden? Ja. Oh. Ik weet nog de eerste dag dat je kwam met de kweken en po. En niet goed durfde te zeggen wat ik met de po moest doen. hier hebben wij als gezin heel erg om moeten lachen. Inmiddels na een paar weken heb je bijna net zo'n grote mond als mij gekregen. Nou, jouw mond is groter. En ik hou je ook wel van een grapje. Ik ben in de afgelopen weken steeds meer gaan waarderen. En inmiddels ben je opgeklommen tot mijn top van favoriete verpleegsters. Ik ga je heel erg missen. Kus van de wonen. Ah, oh, wat schattig. Nou, super lief. Ja, ik kan je echt een knuffel geven, maar het was ook een kort knuffel. Ah, oh, wat lief. Nou, die ga ik echt voor altijd bewaren. Dank je. Nou, dit gaan we ook nog even openmaken dan. Ja. Dit was ziek wat je moeder gisteren verklapt, hè? Oh, je zal chocomel maken. Oh ja, Carla, je noemt het wel. Ja. Leuk, heel leuk. Oh ja, ik ben daar wel eens ook geweest. Daar kan je ook echt. Daar hebben ze dat ook, toch? Daar kan je het ook zo erin doen. Oh, je bent er nooit geweest. Heb je nog niet in Zaltbommel? Nog meer chocola. Heb je het ook zelf al gediend? Ja. Oh. En nog meer chocola. Nou, lekker, hè? Heerlijk. Geen chocola. Jij mag geen chocola, nee. Ik zit er van dingen in. Reclame. Reclame. Nou, ik kan sharen. Alsjeblieft. Nou, dank je. Echt super lief. Zoals ik zo nog bedankt zeg dan met je ouders. Mag ik kijken of niet? Nee, je mag ook kijken. Ja. Je zit in een tas. Je zit in een tas. Nou, we gaan het zo met één kind. Dan gaan we daarna lekker een beetje kletsen. Ja. Ik zal er even een kleine boodschap bij geven, man. Ja? Sander en ik hebben heel veel aan jou gedacht in de afgelopen tijd. En ik dacht, wat moet ik jou nou geven? Omdat je ook niet zoveel mag hebben hier. En met dit cadeautje wil ik mij laten weten dat niet alleen Sander en ik veel aan jou hebben gedacht, maar dat heel Nederland met jou meedenkt. Maak het maar open, je mag eerst in het boek kijken, maar dan heb je eigenlijk wel je telefoon bij nodig. Oké. Eerst in het boek kijken? Ja. De rest nog niet, de kaart nog niet. Dat zou ik laten uitleggen, het gaat vooral om het boek. Zijn een kleine telefoon pakken? Ja, doe maar. En dan mag je lekker rustig doorheen kijken. Lees maar voor. Lieve Annemoon, hiermee willen Sander en ik laten weten hoe trots wij op jou zijn. Niet alleen wij, maar heel Nederland komt tevoorschijn. Oké. Lieve Annemoon, hier ook. Familie Latoy, lieve Annemoon, wij zullen aan je denken. En veel sterkte. Kom. Heel veel liefst van ons. Maar. Sommige ken je misschien wel minder goed, maar... Biddy, sterkte, veel liefst. Gordon, oh, dat heeft zo'n... Ja, het is een filmpje, denk ik. Dat is een filmpje, is een QR-code. Zoals je op je telefoon zeg maar een foto wilt maken, dan scant hij de code en dan krijg je een filmpje. Ik ben het. Ja, echt leuk. Goed zo. Oh, dat is echt heel vet.
Dat was wel heel bijzonder. Echt een bijzonder kanaal. Om je te laten lachen. Dat is wel echt een leuk. Het is echt een bijzonder kanaal. Ik heb ook echt een super gaaf idee gewoon. Maar de filmpjes die blijven 3 jaar kun je die blijven bewaren. Dus ik dacht, het is natuurlijk leuk om die voor altijd te behouden. Dus vandaar dat er ook een USB-stick in de tas zit waar alle filmpjes op staan. En nadat ik het boek had besteld, kwamen er nog een aantal filmpjes binnen. Oh. Dus op de USB-stick staan nog een aantal meer filmpjes. Die niet in het boek staan. Ah, heel cool, dankjewel. Je echt in. Een beetje naar links. Ja, met het weer. Ja, als je zo tegen de buitenkant duwt, tegen de zijkant. Ja, en nu aan de voorkant of aan de achterkant? Zo voor of zo? Ja, dat dit de voorkant is en dit de achterkant. Dieper, zo hier aan de voorkant. Wat ik bedoel, maakt het niet uit. Ik snap het niet. Ik zag vooral een beetje dat de gehoorgang rood is. Je trommelvlies niet. Ik ga ondertussen even bij je lijn toe. Want die dokter wil dat graag zien. Die zegt, dan leer ik dat. Dan kan ik het de volgende keer. Kijk, er zit zo'n dopje op. Daar zit alcohol aan. Moet het kunnen. Moet die witte dicht zitten. Anders krijg je die infuusvloeistof. Oh ja, ja. Je hebt eerst een weggooibuis. Want er zit natuurlijk... Nee? Nee. Heel diep? Nou, jammer. Dan geef eens een showtje weg. Ja, niet, niet dus. Hij loopt niet. Nou, dokter, geen bloed. Helaas. Ze is leeg. Is een bloed op. Hebben we het allemaal opgebruikt? Ja, helaas, vind ik haar. Dat heb je soms, hè? Nou, daar heb ik geen bloed. Dat is gewoon op. Jammer. Dan nog spuitjes. Met spuitjes. Werkt het ook alleen als je het langzaam, zelfs kleine haaltjes doet. Beetje pulserend. Ik doe eerst spuiten, ja? Truc. De truc van Luc. Dan zien we meteen alle trucken aan de man. Ja. Dat is eigenlijk wel juist super handig voor ons. Ja, maar die doet het ook niet. Jammer. Nee. Mislukt de truc. Mislukt de truc. Oh. Ja. Hey, je hebt toch nog bloed. Als we morgenochtend moeten we vast in lachen. Ja, maar meestal op maandag is toch niet echt iets bijzonders. Nou, voor ons wel hoor. Oh, bij jullie wel, joh. Zijn jullie zo speciaal? Nee, wij willen weten of, er, of we op de 0,2 zitten. Ja, maar dat zit hier. Ja, oh, heel goed. Oh, die heb je nu. Als ze dat aanvraagt, zit dat hier. Mm. Dus... Dat ze belangrijk zijn. Blaast erop. Ja, zegenen. Een kusje erop. Dat is belangrijk. Zeg dat. Stoppen we gewoon een paar bij, Moon. Een klein beetje. Dat is net ook. Ja. Schudden? Je mag hem zwenken. Ja. Geeft misschien geluk als ik dat doe. Precies. Voor YouTube hebben. Oh, moet jij dat voor YouTube? Nee, moet niet. Heb je er nog wat opgezet? Ja. Gisteren. Ja. Dan gaan ze, wat gaan ze antibiotica geven? Ja. Ja. Voor de zekerheid. Hè. Doen ze altijd in deze periode, zeg maar. Is dat voeding? Ja, kijk maar, dat is kijk, dan gaat het onthouden. Rood is voeding. Ja, zo. Ga je dat onthouden. En dan is wit morfine. Oh, oranje, hè? Oranje. Vind je dat leuk, oranje? Nee, groen. Goed. U vraagt er wij eraan. En dan is die ene medicijn, hè? Ja. Die moet nog getrokken worden, die lijn. Die lijn, die heb, oh, die heb je nu, die lijn. Zo. Help onthouden, pap. Ik niet. Ja, wel groen is. Groen is morfine, ja. Rood is eten en oranje is medicijn. Ja. Nog een slangetje erbij. Nou, er is net bloed afgenomen.
Het ging heel lastig, want normaal dan wordt gewoon met een vacuümcontainertje gedaan en dan gaat het gewoon goed. Maar bij mij, mijn hikman loopt al vanaf het begin af aan een beetje te rotzooien. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. En deze keer deed hij het niet. Maar toen hebben we het gewoon met spuitjes eruit getrokken. Dus dat is ook goed. Alleen duurt het gewoon wat langer en is het wat meer werk. Vervolgens zijn ze teruggekomen met gelijk een extra slangetje aangesloten. Hier zo. En er zit dus nu een extra slangetje bij. Ze hebben een extra slangetje toegevoegd voor medicatie. Want ze denken dat ik een oorontsteking heb, want ik heb koorts en oorpijn. En ja, voor de zekerheid zijn ze gestart met antibiotica. Een paar minuten later kwamen ze ook binnen met deze paal. En ja, zoals je ziet, daar hangt weer zo'n gele zak. Dat zijn bloedplaatjes. Want ik had vanochtend last met douchen. Toen deed ik met de handdoek zo over mijn hoofd droog maken. En toen kreeg ik allemaal kleine wondjes. En met tandenpoetsen kreeg ik wondjes in mijn mond. Dus dat betekent dat je trombocyten laag zijn. Dus je bloedplaatjes laag zijn. Dus krijg ik een extra zak met bloedplaatjes. Zodat die weer wat hoger worden. En ik minder snel wondjes krijg. En dat de wondjes weer sneller dichtgroeien. En nu is het gewoon afwachten tot de zak... tot het zak bloed erin zit. En dan kan ik lekker gaan slapen.